wat is dit? Ja, ik weet het, dat is echt niet normaal. Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Dikke rampage dit, gast. Dit is echt episch. Holy shit. Oh nee! Hallo beste kijkers, mijn naam is Jeroen en welkom weer een gloednieuwe GTA 5 video op mijn kanaal. Ik ben hier vandaag met Yannick, Dylan, Vincent en Mike. Yo boys! Yo yo yo! En vandaag gaan wij weer een GTA 5 politieboefje doen, maar dit keer weer anders dan normaal of als normaal. Want vandaag gaan we squads versus scooter doen. Ja, dat is eigenlijk wel hoe ik het beste kan beschrijven. En Vincent die wilde geen normale quad kopen, dus die is op een grasmaaier. Maar het idee is hetzelfde, volgens mij is die alleen wat sneller. En ik ben echt fucking traag op deze scooter. We hebben het net namelijk al eventjes geprobeerd van die quads versus een Sanchez. Maar dat was echt niet te doen, die Sanchez was veel sneller. Dus we doen het nu eventjes op deze manier, we gaan kijken hoe dit gaat. En ik heb al volgens mij een bounty op me, dat kunnen jullie niet zien, maar zij wel. Oh ja, dat kunnen jullie trouwens wel. Ja, nou heel leuk. Oh man. Nou, ik geef me nu al 10 seconden, want dit ding is fucking traag. Dus nu moet ik gewoon echt 10 seconden hebben. Tellen. Dit ding, het gaat 1, zo fucking traag. 9, 2, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. Ja, laat Mike eerst tot ding, joh. Je hebt geluk, Roy, je zat allemaal te bouten. Ja, ik zag het al op mijn map. Je zat helemaal te bouten. Helemaal te scheten. Oh, dit ding gaat zo traag, jongens. Ja, hij doet de mic. Niet normaal. Hij doet de mic. Oh, wow. En een beuk ook nog eens tegen een auto aan. Mooi, mijn quad staat boven of nu? Oh, nee, dat mag. Dylan, ik ben dit is daar... best wel kut. Hoe rijd jij nog? Hoe kun je nog rijden? Ja, met hoe rijd jij nog? Rijd je tegen me aan dan, ofzo? Mijn scherm. Oh! Holy shit, jullie zijn echt geowned! Jullie zijn echt geowned! Holy shit. Oh, ik ben dood? Ik ben dood? Holy shit, gast! Ik heb een tactiek door hoe ik het kan overleven. Met dit ding moet ik gewoon alleen maar slalommen en kleine korte... Oh my god. ...boutjes maken. Ja, fuck deze things. Oh, ja, nou, nu ben ik zeker gelijk dood. Nou, heel leuk. Laat me even leven, want anders is het weer heel leuk allemaal. Inderdaad. Dan is het wel een hele leuke achtervolging geweest. Nou, het is ook sowieso wel mooi dat dit doodloopt, man. Mooi gemaakt door GTA, dat dit lekker doodloopt. Dat je hier gewoon lekker tegen de muur aanrijdt. Ja, nee, echt belachelijk. Ik dacht dat ik op die manier gewoon weer lekker van de snelweg af kon, maar nee hoor. Oh. Dat kan gewoon lekker niet daar. Oh, ja, we zijn geen die besloten. Anders gaan jullie even tegen de aan. Ja, als wij stilstaan weer op. Oh mijn god, jongens. Ja, dan is het gewoon al einde verhaal. Dat is ook wel een beetje jammer hieraan, denk ik. Dat als je gewoon eenmaal nou, ligt... We mogen je niet rijden als je op de grond ligt. Gewoon alleen maar als je op dat ding zit. Oké, ja, is goed. Dan spreken we dat gewoon af. 1, 2, 3, 4. Want anders is het inderdaad wel heel snel exit. Oh shit. Oh! Kijk ons allemaal op die quads. Nee, jullie allemaal. Oh, politie! Wie is de politie? Want kwam de politie op mij? Ja, omdat jij hebt mij gekillt, weet je nog? Oh, dan daarom. Oh, ja, je mag me niet doodrijden. Oh, wow. Op een gegeven moment moet dit ding dat... Ja, dit ding rookt al. Oh, oké. Okay. Je kan dit ding gewoon echt vet makkelijk slopen. Ja. Oké, okay, nou, dan is dat gewoon inderdaad de bedoeling van deze, van deze tijden. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, lekker veel. Maar dit ding is... wat ziek! Zo irritant, want heel je beeld die draait mee als je draait met dit ding. Als je stuurt echt fucking snel met dit ding. Oh my god, Dylan, die bouwt nou eens op. Bouwt nou eens op. Kijk, ik heb een jongen, dit kan niet. Ah, no, wat? Nou, dat ging niet. Nou, dat was hem dan. Was dat serieus hem dan? Nou. Wat? Is hij gewoon nu al kapot? Wat? Wauw. Nou, oké, beslissen jullie maar. Mag ik een nieuwe scuba bellen en nog een keer proberen? Of zeggen jullie van nou, nee, Dylan is hem gewoon. Ja, oké, dan zie ik jullie zo terug wanneer ik een nieuwe scooter heb gebeld. Tot zo.
Oké, beste kijkers, we gaan weer verder met de opname. Ik heb weer mijn fuck-io te pakken. En hier achter mij staan ze dus allemaal op quads. Oh, dit is best wel een vette thumbnail zo, boys. Nou, in ieder geval, ik ga hem weer boeken. Spit toe. Hé, 10 seconden, hè. Hé. 1, 2, 3, 4, deze scooter. 5, hij kan gewoon niet harder dan 8, dit. 8, 19. Hij gaat gewoon niet harder. Hij gaat gewoon niet harder. Je mag nou gewoon off-road, hè. Ja, tuurlijk. Dat had ik ook wel verwacht, eigenlijk. Nee, jullie gaan me niet vertellen dat jullie me gewoon inhalen. Nee, rijd tegen de muur aan. Oh mijn god, ik ben gewoon niet snel genoeg. Ik was gewoon net even niet snel genoeg om dat bochtje op te komen. Kijk, ik ga niet harder dan dit. Oh mijn god. Ja, niet overrijden. Ik ging gewoon niet harder. Oh, dit meen je niet. Ja, beuk hem even om. Mijn ding stuurt gewoon niet. Oh, nu gaat hij kapot. Ja, nee, als iemand... Ja, dat dacht ik al. Ja. Dit is exact wat ik al had verwacht. Echt precies dit wat ik al verwacht had zou gebeuren. Ja, nee, bouw maar op, hoor. Ja. Ik ga hem weer bellen. Nee, bouw maar op. We zijn zo weer terug. Wanneer ik weer nieuw, hè. Dit is ongelooflijk. Tot zo. Oké, beste kijkers. Welkom bij ronde 3 alweer. Mijn scooter heeft 2 keer niet overleefd. Dus ik heb nu maar gewoon eventjes een 100% armor upgrade gekocht. En een 100% motor upgrade, oftewel engine nummer 4. En laten we eens kijken of die nu al wat sneller is. Nou, moet je kijken, dit slaat ook echt helemaal nergens op. Level 4 upgrade gewoon. Hey, dus ik heb echt het gevoel dat er niks is veranderd. 4, 5, hoeveel heb je ervoor betaald? 6, ja, 7600. Voor die armor upgrade leg 25k. Oh, dat is wel echt mooi. Dat is wel leuk. Waar is dat? Oh, wat ziek! Oh mijn god, ik word weer aangereden. Oh mijn god, jij stuit er gewoon! No way! Tussen de paaltjes door! There we go! Oh, dit haalt hij niet, Haalt het motortje dit? Ja, dat haalt hij. Oh, wat ziek. Yeah. Let's go! Op de brommer, op de bromfiets! Op de scuba! Op de vestpadje. Wat ben jij? Met Roy op de scooter. Met Roaste op de scooter. Oeter. Oh ja, dat was hem ook, ja. Met Roaste op de scooter. Op Wouter! Ik ben er gewoon nog niet vanaf gevallen. Oh mijn god, nee. Je stuit gewoon echt met dat ding, nou tiefje. Oh, wat ziek! Oh. Ik ben nog 0 keer vanaf gevallen, dat is echt niet normaal, dit zeg niet. Oké, Mike. Oh, ja, maar hey jongens, nee, hij is nog niet kapot. Nee. Help eens. Wel, oké. Geen sticky bom erop, niet vat toe doen. Ik kom eraan, ik ga erop zitten. De sessie is pas beëindigd als mijn scuba kapot is, jongens. Vin, niet zo bouten, ga er vanaf. Vin! Bout eens op met je grasmaaier. Oké, nou kom maar op weer dan, hè. Kom met me, bro. Weet u het zeker? Oh, ja, nou. Dat was mooi. Ja, wat doe... Oh, je bouwt, Nick. Fuck, ja. Nou, hij begint al te roken. 100% upgrade. Yeah. Nou, dat is een edge. Fucking, ja. 3, 2, 1, en dat gedaan. Oh, ja, dat kan je. Oh, my god. Hoe mooi dit ook vindt, hè. Ah, oh, Mike, stinky. Bout nou op. Nou, scuba. Ja, hij is bijna grip. Hij begint nu echt een goede piste ook. 3. Oh! Huh? Oh, nee. Shit. Bunny op. Ja, haal je dat? Ja, ik kom er dus door. Blijf gewoon hier staan, Venn. Ik ben al 2 aan de andere kant. Kan die er niet uit. Oh, dat scheelde zo weinig! Wat? Get wrecked, son! Holy shit! Hoe de fuck ging dat dan, Mike? Jongens, gooi mijn ding even om. Oh mijn god, hoe de fuck kon dat?
Gast, dit ding stuurt zo snel, hè, die blazer. Ik heb een probleempje. Ik heb een probleem, ik heb een probleem. Ik zit letterlijk vast. Maar ik heb niet knuppelen. Ik heb een probleem, Ja, inderdaad. Oh, daar kom ik. Daar kom ik, Mike. Atomic? Zo, nee, daar kom ik. Oh, toch. Oh mijn god, oh, lekker paal. Oh jongens, dit is zo legend. Oh, dat was helemaal niet zo slim. Ik dacht dat ik daar helemaal heel slim was, maar niet. Nou, nu begint hij echt erover. Ik kan helpen even. Boffen. Weet je wat nou het allerergste is aan dit? Je weet dat die challenge is. Mike zit ook gewoon stiekem, zeg maar, allemaal auto's te slopen zodat hij die challenge gaat winnen, die online challenge. Ja, tuurlijk. Mike, je bent ook echt zo'n geldhoer. Dan ga je recht. Ja, echt niet normaal. Kijk, dat zo is het, heb. Oh. Zo is het, en niet anders, hè. Nou, oké, nu weer even opbouwen, denkt je, Nick. 1. Ups. 3. Nick, help me eens. Nick, help me eens. Ja, oh. Oké. Ja, nou is het done. Mijn scuba is destroyed en ik ben ook gekilled. Nu is hij wat anders. En Nick, nu mag jij proberen op mijn scooter. Ja, inderdaad. Nick is hem nu. In ieder geval zien we zo terug wanneer we bij de Los Santos kust staan. Tot zo. Oké, beste kijkers, we staan er inmiddels weer klaar voor. Yannick is nu dus de boef, hij zit op mijn scooter. Ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Ik heb hem al een paar tips gegeven, namelijk veel slalom en vooral niet denken dat je sneller bent dan wij, want dat is gewoon niet, dat is gewoon niet in orde. Lekker, Finn. 5, 4, 3, 2, 1. Let's Gerard Joling, jongens. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Yannick is gewoon boefman. Het is gewoon boefman. Ja, wat nu dus hier heel chill aan is, en dat weten jullie dus niet, want dat heb je niet gezien, maar hiervoor hadden we dus geprobeerd met de Sanchez. En dat ding is veel te snel, maar nu kom je gewoon gelijk in de buurt, omdat dat ding gewoon echt mok traag is. Dus dat is gewoon fat hier aan. Ja, lekker. Oh, dat is al één hit. Snel op je scooter heen rijden. Hups. Zo. We mogen hem natuurlijk niet killen. Alleen door zijn scooter kapot te rijden. Dat is de enige manier hoe we hem mogen killen. En gast, gast, kijk naar voor of niet? Oh ja, inderdaad, sorry. Oh, what the fuck? Nou, Yannick, ga maar weer erop, want dit was inderdaad een beetje bout. We moeten hem inderdaad wel 3 seconden voorsprong geven, want anders is het wel een beetje onmogelijk. Nou, ik zie Yannick al aanrijden. Hoeft geen nieuwe bounty, want bij mij kunnen ze het heel goed zien. Ik druk tegen mijn ding aan. Oh, ja. Want het is mijn eigen personal vehicle, snap je? Dus je hoeft eigenlijk helemaal geen bounty. Ja, oké, is dat goed. Oké, 3, 2, 1, let's go. Toet. Yannick, we komen eraan. Holy shit. Hey, Friendly Fire staat niet aan hoor, jongens. For fucks. Sorry. Jongens, helpen. Roy, helpen. Dan ben je zo'n taalpaal achter je. Kijk dit. Kom, nee, wat een Spetto. Ik keek nog even achter me, maar ik zag het niet. Oh mijn god, Mike, ik vind hij zit gewoon vast. Nou, huppakee. Hij zit vast. 3, 2, kijk, rij naar Vincent toe. Oh, nee, dit heeft toch gefeerd. Oh shit, wat deed ik nou? Thanks. Oh, thanks. Oh shit, stuiterbal. Nou snap ik wat jullie bedoelen met stuiterbal. Holy shit! Enige cash hier. Oké, er zit. Ik ben volgens mij nog de enige agent die nu op zijn dingen zit. Nou, ongelooflijk. Oh, Yannick, je bent zo'n bout. Wow, en dan beuk ik gewoon ook lekker tegen die boom aan. Vieze scheid. Mike beukt mij lekker vanaf. Ja, dit is dus zo chill. We kunnen nu gewoon gelijk in de buurt komen. Omdat het gewoon echt een sloom fucking ding is. Oh, met zijn korte bochies. Bout op. Bata. Beuk hem eens vanaf. Dat is moeilijk, jongen. Oh, auto. Oh, dat is echt moeilijk. kijk hem gaan. Ik maak gewoon minibaan. Oh mijn god. Oh mijn god, vieze stuiterbal. Daar gaat hij in. Dit is mijn terrein. Ik wil het zeggen, dit is jouw terrein. Grasmaaier. Oh, mooi. Mooi. Ik ben ook lekker gevallen. Ik ben gestruikeld over een lijk. Nou, dat is mooi. Nou, waar ben jij nu toe dan, Yannick? Zeg maar dat ik daar gewoon doorheen kan rijden. Nou, vies scheet. Oh man, hij zit er ook gewoon nog steeds op, hè. Echt ongelooflijk.
Hey, je remmen. Nou, rijden vanaf. Hey, hey. Ja. Oh. Yes, oké, okay, ik krijg 10 seconden. Oeh, bijna afgereden op truck. Holy shit. Oké, okay. 3, 2, ja, ja. Oké, okay, opnieuw. 3, 2, 1, there we go, there we go, there we go. Ja, ik weet het, het is echt niet normaal. Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Dikke rampage dit gast, dit is echt episch, holy shit. Oh nee! Oh man. Hey, oh, hij is er al even door! Hij is er al door! Oh, ik had hem echt niet door, gast. Ja, zeker. Ik ga toch niet wachten, even. Oh, lekker fun! Oh, Bouten. Van mijn ding af. Rij me vanaf, Mike. Lekker, Mike. Oh mijn god, ik ben net dood. Nerd, dan moet ik 100 kilometer rennen. Kom maar, je niet, ja, pak je scootertje maar. Ja, begin nu te roken, gelukkig. Ja, fijn. Oh my god. Ik ging over een drempeltje. Nou, fijn. Altijd hetzelfde. Oh, dat weer die bouten, de helft weer die open bouten. Die moet verbouten. Scheid, gras maar even jou. Oh, Mike, houd nou op. Mike, nou bouwt je op. Oh, Dylan. Jij gaat aan de kant nu. Je hebt een scheid. Nou moet je weer rechtbeuken. Kijk, nu kan ik er niet op. Nee, laat me lekker liggen. Oh. Ja, ik deed mijn best. Oh, die voor mij staat weer recht. Voor jou nog niet. Ja, die voor mij niet. Oh, shit. Oh, wat? Wat gebeurde daar? Wat gebeurde daar? Oh my god, wat de fuck was dat? Nou, ja, oké. Oh my god. Kan hier bij? Nou guys, ik heb wel dat ding, joh. Oh my god. Ik ben het redden, Oh shit. Oh man, oké, okay, laat het liggen. Oké, die gaan we weer. Kijk hem beneden, dat is een scootertje. Oh man. Oh, hey, doe het wel. Hey. Nou, dan gaat hij weer. 3, 2, opbouwte. 1. Gaan we die banaan, nerd. Ja, denk dat ik het niet probeer. Hij komt geen meter meer vooruit. Hij kan helemaal niks. Next! Gas erop! Oh, nu ben je even los, Janiek. Ik heb zo'n 15 meter voorsprong. Oké, 10. Oké, 5 meter. Oké, 3 meter. Niks meer. Nou, mooi, Wat heeft hij gedaan? Rijd nou eens! Ja, stikkie! Ja, oké, jij krijgt een shotgun op jou. Nee. Niet doen. Jij krijgt een shotgun op jou. Hé, wat doet mijn kwad? Janiek, moet je me even moet je me even in te halen, Ben. Ik denk dat je lopend nog sneller bent in de scooter. Oh, Dylan, thanks voor de voorsprong. Ik heb gewoon weer hard opzetten. Oké, laten we weer opstappen. Nee, Dylan, gaan we niet zo bouten. Ga dan gewoon op je... Oh mijn god. Shut up, shotgun. Oké, jongens, let's go. Oh, mooi. Oh, dit was mooi. Nou, mijn quad is in ieder geval wel weer hier terecht gekomen. Oh, mooi dat ik vanaf val. Wat is je niet aan het doen, gast? Hij is er weer. Nou, gas erop, gas op die motor. Of op die scooter. Ja, waar gaat u nu heen, hè? Waar gaat u nu? Oh mijn god. Wie beukte me er nou weer vanaf? Ja, nou ligt hij op zijn kop, mooi. Op buiten. Buiten ding even chom. Dat noemt u payback. Lekker, Mike. Oh mijn god. Lekker. Oké, okay, maar waar is je niet nu? Is hij nu überhaupt nog wel in de party? Ja, hij is wel nog in de party, ja. Nee, Nick, pak je ding weer en ga met die banaan. Gas erop. Gas op die ketel. Oh mijn god. Laat me gewoon weg. Gas op die ketel. Ja, Nick, gas op die fucking ketel. Pak uw ding en gas erop. Oh, we kunnen ook echt via het trappetje omhoog. Oh, vreselijk. Dit is echt een parcours. Dit is gewoon echt parcourstijden. Nou. Oh, hier kun je weer naar beneden. Oh, spit de mic. Oh, the fuck. Oh, mooi. Mooi. Ik ga naar boven rijden in dit gebouw, hoor. Ja, doe maar. Dat deden wij ook. We gingen ook op die manier parcours. Dat is gewoon fresh. Hier, kijk. Hoe lak dan? Weet je.
Oké, ga er even uit, Hier even eruit, want anders kom je nooit verder. We laten die even ontsnappen hier. En dan gaan we weer verder, ja? Oké, heel goed. Huppakee. En 1, 2, 3 gaan we die bananos in troep tot zenos te knossels. There we go. Hoe heeft dat ding een lekker band of zo? Hij heeft een lekker band hoor, Yannick. Ik kon niet heel veel zeggen. Nou, mooi. Ja, ik ben geen nieuwe pakken, hè? Ah, oh, nee, hij heeft geen lekker band. Nou, gaat er weer op. Oh, hij is gedestrooid. Ja. Hij is kapot. Ja, je werd uitgespeeld, Yannick. Dat was hem. Oh nee. Dat was hem dan. Nou, ik denk dat we ook maar gewoon de episode gaan afsluiten. We zijn al een lange tijd bezig. We gaan het zeker nog een keer doen. Zeker ook vaker doen, want ik heb me nog nooit zo hard rot gelachen om politie en boefje. Dus dat is heel goed nieuws. In ieder geval, beste kijkers, wel allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze episode. Kutje die tief op. Hopelijk vond je hem leuk. Zo ja, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. Verder kan je me volgen op social media, namelijk op Instagram en op Twitter. En ja, verder nog wat te zeggen. Oh ja, doe even dat blauw duimpje omhoog. Dat zei ik volgens mij al. Maar check jullie weer bij de volgende video. Laters!